In Sporthal De Brug kregen basisschoolleerlingen woensdagmiddag de kans om iets op te steken van topsporters. De kinderen kregen les van enkele spelers van Lycurgus en van Gasterra Flames. Ze leerden in 2 keer 1 uur de basisbeginselen van volleybal en basketbal. Studenten sportmanagement van de Hanze Hogeschool willen op deze manier de kinderen laten zien dat topsport niet onbereikbaar is. We beginnen eerst met de warming-up, wat speciale manieren die je doorgaans denk ik bij een vereniging niet krijgt. Nou, en daarna wel gewoon de basiszaken van volleybal. Maar dan net even wat dat extra van inspiratiebron van echte toppers. Het is gewoon heel mooi om te zien van die mensen die hebben het al bereikt. En iedereen die kan het in principe bereiken. En als je het ziet, dan heb je ook in de gaten dat het mogelijk is. Lycurgus en Gasterra Flames gebruiken sportclinics om hun sport bij de jeugd te introduceren. Want de beste manier om kinderen enthousiast te maken is om ze zelf een bal in handen te geven. Wat heb je allemaal geleerd? Opslag. En onderhand spelen, bovenhand spelen. En meer niet. Wat vond je het leukste eigenlijk? Nou, dat ze er wel heel veel van wisten wat je moest doen en zo. En als je het bij gym doet, dan weten ze het niet precies en dan kan je het ook fout leren en hier doe je het wel goed. Kinderen gaan vaak voor sport af, kinderen gaan vaak niet eens op een sport. En als we Gasterra Flames zijn en samen met Lycurgus proberen we daar gewoon halt aan te roepen. En zoveel mogelijk kinderen enthousiast te maken voor niet alleen onze sport basketbal, maar ook volleybal. Je hebt gewoon een gezamenlijk doel en dat is kinderen moeten bewegen.